Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 2 november. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. En ik ben eigenlijk gewoon een beetje verbaasd dat we alweer in november leven. Vind ik eigenlijk gewoon een beetje bizar of zo. Maar goed. Ik heb gisteravond Bureau Arnhem gekeken. Zo interessant. Daarna nog een stukje van Kees van der Spek. En toen ben ik eventjes Fortnite gaan doen. Dat was eigenlijk wel heel grappig. Want ik vond ineens allemaal gekleurde staven. En ik dacht, wat moet ik hier nou weer mee? Dus ik had gewoon zo'n staaf vast. En toen begon ik er dingen mee kapot te slaan. En dat ging echt super snel. En toen bleek ook dat ik het op mijn tegenstanders kon gebruiken. Toen dacht ik, dit is echt wel een topuitvinding. Deze staven zijn fijn. Toen heb ik mijn vlog in elkaar gezet en mijn foto's bewerkt. Ik ben daar nog niet helemaal klaar mee. Er moeten nog een paar, maar dat komt wel goed. Ja, wat ik al zei, de laptop is traag. Hij moet echt even leeggehaald worden. Ja, het is zo bizar. Voor iedereen heb ik inmiddels laptops gedaan. Die van mijn eigen laat ik steeds staan. Maar goed, dat komt goed. Toen ben ik Dammer gaan kijken. En ik moet echt zeggen, ik heb nu nog 1 aflevering. Ik was gisteravond gewoon een beetje verbaasd dat er op een gegeven moment uit die serie blijkt dat mensen dus echt fan van deze man waren. Dat ik dacht van, hoe dan? Hoe kun je nou fan zijn van zo iemand? Dat begreep ik echt niet. Ik zal verder niet te veel vertellen, want misschien is het een serie die je zelf graag wilt kijken. Maar ik heb soms echt wel met open mond gekeken. Daarna ben ik met Suspects begonnen op Videoland. Dat is eigenlijk een serie van RTL, vandaar dat het ook op Videoland staat. Ik geloof dat ze toen het op tv kwam 2 afleveringen of zo hebben uitgezonden. En de rest kon je dan op Videoland kijken. Maar ja, ik had geen Videoland, dus ik denk, ja, dan kan ik wel 2 afleveringen kijken. Want dan vind ik het zo leuk, kan ik niet verder kijken. Dus toen heb ik het niet gedaan, dus ik heb dat nu even gekeken. Ik ga vanavond trouwens boodschappen doen, want ik kwam even bezig uit. En op zich is dat nu ook wel even lekker met parkeren, want het is op donderdag hier altijd markt. En de parkeerplaatsen zijn op het moment karig, want er wordt een nieuwe Lidl gebouwd, de Plus wordt verbouwd. Dus je mist best wel wat parkeerplaatsen, omdat de werklui al hun spullen zeg maar, op parkeerplaatsen heeft neergezet. Dus ja, dat is op donderdag vaak een beetje in de kriem met parkeren. Wat ben ik vandaag van plan? Ik moet zo mijn Senseo even ontkalken. Die geeft volgens mij al een week aan dat die ontkalkt moet worden. Ik heb nog zo'n Senseo die CALCA geeft, dus ontkalken. Heel veel Senseo's doen dat niet, maar die van mij die doet dat dus wel. Dus dat is wel ideaal, want dan weet ik wanneer die ontkalkt moet worden. En elke keer denk ik, dan zet ik het koffietapparaat aan 's avonds. Ja, ik moet die Senseo ontkalken. En dan denk ik er niet meer aan. En nu werd ik ermee wakker. Volgens mij heb ik er zelfs over gedroomd. Dus nu ben ik het gelukkig niet vergeten. Want dan ging ik vaak slapen. En de volgende dag dacht ik er niet meer aan. Dus dat is top. Dat ga ik wel doen. En dan kan ik ondertussen even mijn woonkamer doen. Daarna ga ik nog even wat in mijn bullet journal doen. Dus dat is even voor nu de planning. Ik verwacht ook nog wat nieuwe make-up die binnenkomt. Het zijn weer een aantal nieuwe collecties. Limited edities. Die zal ik ook nog wel eventjes laten zien als die pakketjes er zijn. En anders morgen ligt er een beetje aan hoe laat het binnenkomt. Maar goed, ik ga nu even aan de gang. En dan ga ik even kijken of ik nog een zakje heb met ontkalker. En anders gebruik ik gewoon natuurazijn. Want koop die zakjes eigenlijk nooit, want dat vind ik gewoon zonde van het geld, omdat je ze ook gewoon in natuurazijn kan doen. Maar goed, ik ga de muziek aanzetten en dan ga ik wat doen.
is de boel alweer een tijdje klaar. Ik heb even met mijn moeder gebeld. Ik ga zo meteen de deur uit voor de boodschappen. Ik heb het koud. Ik heb het gewoon een beetje fris nu. Het pakketje laat ik morgen even zien, want daar klopt iets niet aan. Dus ik laat het morgen allemaal wel even zien, want er ontbreekt iets. En nou ja, goed. Doe ik morgen wel even op mijn gemak. Ik kon nu ook niet echt lekker gaan zitten, want de vloer was nat. Dus ik dacht, nou, dan doe ik dat morgen eventjes. Nou, ik ga dus boodschappen doen. Ik heb nog niet gegeten, want ik ben zelf niet iemand die heel vroeg eet. Dus ik eet straks even wat. Dan ga ik even lekker douchen. Dan ga ik Goede Tijden kijken en weer lekker Perfecte Plaatje. Ik denk dat ik nog eventjes, terugkijk. Of even het laatste deeltje van Kees van de Spek afkijk. En dan ga ik de vlog inplannen, een thumbnailtje maken en mijn blogpost schrijven. Ik heb net wat gedronken. Maar, nee. Goed. Dan ga ik daarna de laatste aflevering van Dammer kijken. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat eindigt. Dus ja, wel spannend. En daarna ga ik weer lekker oogappels kijken. Want het is weer woensdag, dus oogappels. Ik ga nu eventjes verder de laatste dingen doen. En dan ga ik zo meteen weg. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Want ja, het wordt nu toch donker. Vloggen heeft weinig zin meer. Dus ik zit al met de lampjes aan. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze donderdag. Het is 3 november. Ik ben klaargemaakt. En ik moet zeggen, ik heb het best wel koud. Het waait ook best wel hard. En ik had eigenlijk van de week eventjes, omdat de temperatuur zo zacht was, had ik weer het roostertje op de slaapkamer opengezet. Maar die gaat straks weer dicht, want ik had het weer ijskoud in bed. Nou ja, ik heb gisteravond de boodschappen gedaan. Ik heb eigenlijk er niet meer aan gedacht om jullie mee te nemen naar de supermarkt. Het heeft ook niet zo heel veel zin meer om spullen te laten zien, want ik heb eigenlijk meestal opgeruimd. Het enige wat ik nog over heb is wat sap en dat soort dingen. Wat ik wel heb gekocht, daar was ik heel blij mee dat ze dat weer hadden. Dat is de Starbucks. Dit is de Holiday Edition. Die vind ik altijd super lekker. Dit is de White Chocolate Mocha. Die is zo lekker. En die was nu 2 voor 2,50. Dus die heb ik mooi ingeslagen. En ik was heel blij verrast. En dan moet ik even kijken. Bij de Lidl hebben ze nu ook XXL snitsels. En die kocht ik dus altijd bij de Aldi. Altijd. Als ik die kocht ik ze bij de Aldi. En heel soms had Lidl ze met XXL weken. Maar ze hadden ze nu dus ook gewoon los in het vleesvak liggen. Dus ik dacht, nou, die ga ik kopen. Want ik kom niet zo heel vaak bij de Aldi. En als ik naar de Aldi ga, ga ik eigenlijk speciaal voor zo'n schnitzel. En ja, verder eigenlijk niet. Dus ik was heel blij verrast dat ze die nu ook hadden. Ik zal zo nog wel even wat andere dingen laten zien. Ik had sowieso nog even beloofd om de make-up te laten zien. Er ontbrak dus iets, dat wordt nagestuurd. En mijn moeder had nog wat dingen meegegeven. Dus die zal ik ook even laten zien. Nou ja, toen hebben we hier nog even wat gedronken. Toen gingen we naar huis. Toen ben ik onder de douche gestapt. Want ik rook niet al te fris meer, vond ik zelf. Dus ik ben lekker even warm gaan douchen. Toen heb ik tijdens GTSD even gegeten. Toen ging ik het Perfecte Plaatje kijken. En ik was heel erg teleurgesteld. Want degene voor wie ik was, waarvan ik hoopte dat die zou winnen, die ligt eruit. Dus dat was een beetje teleurstellend. Ik heb even het laatste deel van Kees van der Spek afgekeken. En ik heb nog eventjes Splatoon gedaan. En daar kom ik nu eindelijk weer wat in verder. Dus dat was wel lekker. Toen heb ik de vlog geüpload en een thumbnail gemaakt. Ik heb mijn blogpost geschreven. En toen was het tijd voor de laatste aflevering van Dammer. Ik moet zeggen, toen ik aan deze serie begon, toen was ik eigenlijk zelf heel nieuwsgierig geworden. Hoe is het vandaag de dag met deze man? Het is zoveel jaar geleden. Leeft hij überhaupt nog? Zit hij nog in dezelfde gevangenis? Heeft hij inmiddels misschien alsnog de doodstraf gekregen? Want daar hoopte hij zelf heel erg op. Nou, daar kwam ik dus achter wat daar gebeurd was. Ik zal het verder niet uit de doeken doen, want misschien zijn er mensen die hier nog naar willen kijken. En ik had toch wel een beetje het vermoeden dat ik dus dat te zien zou krijgen in de laatste aflevering. Nou, dat gebeurde ook. Ik heb wel het idee dat het lijkt een beetje vooropgezet. Omdat de bewaking op een gegeven moment ook niet meer aanwezig was. En ja, daardoor dingen konden gebeuren die er gebeurd zijn. En dat vond ik eigenlijk wel heel slecht dat de bewaking gewoon die kamer uit is gelopen. Volgens mij mag dat officieel niet, maar ik weet niet hoe dat in Amerika gaat.
überhaupt heel veel dingen vond ik eigenlijk dat de politie ook wel slecht in had gehandeld. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. En dat is gewoon wat je van een serie vindt. Ik vond het gewoon wel heel interessant om te zien. Ik had eigenlijk wel gehoopt dat we erachter zouden komen van waarom hij heeft gedaan wat hij heeft gedaan. Maar dat werd eigenlijk niet echt duidelijk. En ook gewoon als je leest hoe lang deze, de acteur die deze rol neerzette, daarvoor heeft gestudeerd. Dat hij echt het praten heeft ingestudeerd. Want als je hem, die acteur zelf, hoort praten, denk je van, nou, hij heeft een hele vlotte stem. Als die Demmer had hij een hele aparte stem, zelfs een beetje op het kinderlijke af soms. Maar goed, ik ben er doorheen en ik ga vanavond iets nieuws uitzoeken. En daarna heb ik lekker oogappels gekeken. En dat was ook zo herkenbaar. Op een gegeven moment was er een scène in de supermarkt waarin je dus twee dames met elkaar ziet praten. Precies in zo'n gangpad. Weet je, dat kun je zelf soms ook hebben. En dan, ja, hè, het karakter die dat dan, of het personage die dat dan meemaakte, die werd gelijk een beetje boos. Van ja, ga ergens anders praten. En kijk, en meestal gewoon als ik dat tegenkom, dan vraag ik gewoon, mag ik er eventjes langs? En dan gaan ze gewoon even op zijn, gaan ze daarna gewoon weer verder praten. Maar het is wel heel herkenbaar, want ik heb dat zelf ook al vaak meegemaakt. Ik zal eventjes de spulletjes laten zien. En dan ga ik zo meteen stofzuigen en de bakken even scheppen. En dan ga ik een begin maken met het schoonmaken van het rek in de keuken. Want die moet ook even schoongemaakt worden. Ik wil hem eigenlijk anders indelen. In ieder geval even schoonmaken. Dus daar ga ik jullie dan bij zitten, maar ik zal eerst even de spullen laten zien. Nou, mijn moeder die had nog wat spelletjes voor mij. En ik wist eigenlijk niet of, omdat een paar dingen zijn kerstgerelateerd. En ik wist natuurlijk niet wanneer ik mijn moeder zou zien. En hoe het bij mij moest komen. Maar omdat ik nu natuurlijk boodschappen moest doen met mijn vader, heeft hij dat meegenomen. Allereerst had ze een setje met droge ballen gekocht. Die zijn altijd zo fijn in de droger, want dan gaat je was zo lekker van. Wordt het lekker luchtig van. Dus ik heb hele leuke grijze droge ballen. Dan had mijn moeder een trappetje gekocht voor mij. Als je mijn vlogs langer volgt, heb je kunnen meemaken. Ik weet niet eens meer of mijn trappetje nou vorig jaar of het jaar daarvoor dat het stuk was gegaan. Dat weet ik even niet meer. Dat mijn trappetje toen stuk is gegaan. En ik vond het altijd zo gezellig staan. En nou ja, goed, die was kapot. Toen ben ik op zoek gegaan naar een trappetje. En alles wat ik tegenkwam was op batterij. En dat trok mijn aandacht niet. Ik kreeg toen ook wat tips van jullie van, waarom kijk je niet bij een kringloop? Ik heb geen kringloop. Dus dat werd er niet. Toen zag mijn moeder vorige week in de folder staan dat ze bij de Aldi hadden. Dus die heeft dit trappetje voor mij gehaald. Kijk, ik heb een gouden. Superleuk. Ze hebben ledverlichting en deze gaat dus op een stekker. En er zit ook een aan- en uitknopje aan. Het bonnetje zit aan de achterkant, dus die moet ik eventjes inscannen voor tegen het verkleuren. Dat ik die in ieder geval als garantie heb. Maar dat is dus het trappetje. Ik laat hem nu even dicht zitten, maar die zien jullie dan tegen de tijd wel als ik kerstspullen ga neerzetten. Maar superleuk, weer eventjes een trappetje. Daar ben ik wel echt heel blij mee. Want ja, ik vind het toch wel weer heel gezellig. Dan waren ze vorige week naar de Julianatoren geweest met Lente. En toen had mijn moeder ook heel lief een cadeautje meegenomen voor mij. En dat is een kerstbal van Julia. Kijk hoe leuk. Dat is toch schattig. Lente zou zeggen Julia. En die vond ik zo leuk. Dus die krijgt natuurlijk een heel mooi plekje in mijn kerstboom. Dat vond ik zo schattig. Dus ook een beetje Julianentoren in mijn kerstboom dit jaar. Door een leuke bal van Julia. Ik zal hem eventjes goed terug doen. Want ik ga hem netjes boven neerzetten. Want ik ga natuurlijk nog geen kerstspullen neerzetten. Vind ik het zelf nog een beetje te vroeg voor. Sommige mensen doen het al, maar ik heb zoiets namelijk niet. Dan zal ik even de make-up laten zien. Die heeft dus al besteld. Het zijn dus limited edities van Catrice. Ik heb hier allereerst een nagellakje. Deze komt uit de... Ja, dat wordt weer eventjes lezen, jongens. Ik moet even naar het daglicht toe, want ik kan het hier vandaag gewoon niet lezen. Sparks to Joy collectie. Dit is echt al een beetje een kerstcollectie. Ja, het is koud op de vloer met zitten. Dit is de kleur 3, Remember to December. December to Remember. Nou, ik weet het niet meer precies. Dat is dus allereerst die.
Dan heb ik ook een gouden kleurtje. En deze heeft een... Nou, weet je wat? Ik ga de nagellaknaapjes even in beeld neerzetten. Want ik kan het gewoon niet lezen. Ik heb ook een groene. Dus die. Dan zal ik even kijken wat ik nog meer heb van die collectie. Ik heb hier de blush stick. En dan had ik dus ook een roze variant van besteld. Maar die zat er dus niet bij. Maar die wordt dus nog nagestuurd. En het leuke hieraan is dat je ze ook eventueel in de kerstboom zou kunnen hangen als cadeautje. Doordat je hier een touwtje aan kan maken. Ik heb ook een lipstick. Dat is een satin lipstick in de kleur C02 Ruby Kisses for Santa. Ja, ik ga dit gewoon allemaal nog even apart leggen. Want dit wordt echt een beetje ook voor een kerstlook, denk ik. En ik heb dan ook het oogschaduwpaletten daarvan. Die ziet er zo uit. En die heeft dit soort kleurtjes. Dus die ziet er zo uit. Ik zal dit even terug doen. En dan heb ik een collectie. Dat is Pearl Glaze. En daar heb ik twee lipsticks van. Een paarse. Ik laat ze nog even dicht zitten. En een roze. De paarse heeft de naam CO2 Kish O'Clock gekregen. En de roze heeft de naam C01 Magic Moment gekregen. En ik heb daar ook een paletten bij. En dit is een eyeshadow en blush paletten. En die ziet er dus... kijk hoor, krijg ik hem open? Nou. Dat wordt even een geprikkeld, jongens. Ja, die ziet er dan zo uit. Dus dat is even de nieuwe collecties. Nou ja, die blush stick die wordt dus nog nagestuurd, heb ik vandaag te horen gekregen. Ik ga even alles opruimen en dan ga ik eerst even wat doen. En dan gaan we zo eventjes in de keuken aan de gang.
Nou, dit rek is dus nu helemaal schoongemaakt. Ik heb deze hoes ook helemaal schoongemaakt. Die heb ik dus even in de douche gelegd. Ingespoten met Dusty. Ik heb hem wat geschuurd, want hij pikte een beetje. Of eigenlijk, ja, hij was een beetje vet. Ik heb hem helemaal schoongemaakt. Ik heb hem ook wat anders ingedeeld. Ik ben nog steeds niet super tevreden, moet ik zeggen. Maar beter dan dit gaat het niet worden. En de rits kan nu gewoon heel goed dicht. Dus je ziet het eigenlijk niet. Dat is top. Ik heb deze ook nog weer even opgehangen. Want ik dacht, ja, weet je, het zit er toch. En dan heb ik gewoon mijn schort aangehangen. En dan heb ik hem gewoon een beetje opgeknoopt. Zodat hij niet bij mijn vuilnisbak hangt. Maar ik ben eigenlijk wel heel blij met het resultaat. Dus dit is in ieder geval alweer top dat dit klaar is. Nou, inmiddels zijn de lampjes aan, want het werd hier wel heel erg donker. En dat heb je sneller, hè, omdat ik maar één raam heb. Maar ik ben zo blij dat het rek weer helemaal schoon is en een beetje anders is ingedeeld. Ik had graag wat meer met mandjes willen werken. Maar ja, omdat ik nu natuurlijk niet overdag in de winkel was en de Zeeman was natuurlijk dicht gisteravond, kon ik even geen mandjes halen. Maar dat komt dan hopelijk volgende week alweer dat ik even wat mandjes kan halen. Dan kan ik dat ook een beetje anders inrichten. Want het is nog steeds niet helemaal naar mijn zin. Maar ik wist gewoon even niet hoe ik het anders kon doen. Maar het is in ieder geval al beter dan dat het was. Ook blij dat die hoes gewoon schoon is. Ging eigenlijk wat dat betreft hartstikke makkelijk. Dus daar ben ik allemaal wel heel blij mee. Dus het wordt nu wel weer wat. Weet je, de keuken wordt meer een beetje weer, ja, gewoon weer een beetje wat meer af. En dat vind ik zelf wel heel fijn. Ja, ik heb nu ook de ovenschalen onder in de kast gezet. Ja, ik ben wat dat betreft eigenlijk best wel tevreden met wat ik heb kunnen doen. Dus daar ben ik, ja, ik ben er gewoon wel weer heel blij mee. Ik heb nog eventjes, ben ik even verder gegaan met de tabel voor de kleurkaarten van de stempels. Want dat schiet ook voor geen meter op. Maar die tabel is in ieder geval nu af met alle namen erin. Dus nu hoef ik ze alleen nog uit te drukken en in te kleuren en op te plakken. Katjes hebben net lekker gegeten. Ik heb lekker even stof gezogen. Ik heb eventjes, ja, boven had ik ook nog wel wat willen doen. Maar ja, ik had nu zoiets van eerst die keuken maar. Dat is in ieder geval lekker klaar. Dus dat is wel weer, ja, gewoon weer een fijn idee, vind ik zelf. Ik ga dus zometeen even lekker relaxen. Ga ik straks lekker douchen. En ja, ik ruik een beetje naar de Dusty. En Dusty is echt heel fijn spul, maar ik vind de geur niet aangenaam. We hebben meer mensen er last van, de Dusty niet zo lekker vinden ruiken. Ik ga de nagellak straks lekker afhalen, want het is heel erg beschadigd. Nou, dan ga ik daarna eventjes lekker eten en vanavond gewoon weer goede tijden en het roer om ga ik even kijken. Ik wil sowieso nog even verder met Splatoon, want ik ging nu gisteravond best wel lekker. Ik denk dat ik daarna misschien nog even wat aanzet. Ik moet even kijken. Dan ga ik mijn foto's eventjes bewerken. En dan daarna ga ik een nieuwe serie uitzoeken op Netflix. Ik heb ook echt nog geen idee waar ik naar wil gaan kijken, dus dat is nog eventjes iets waar ik aan moet kijken. Ik denk, wat ligt hier voor gils op de bank? Maar het is gewoon mijn haar. Jeetje. En dan ga ik weer verder met Suspect. Dus dat wordt verder ook de avond. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder eventjes niet zo heel veel meer doen. Ik ben er wel een beetje klaar mee. En ja, dan heb ik toch nog best wel lekker een productief dagje gehad. Waar ik wel heel blij mee ben. Dus ik zou bij deze in ieder geval zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 4 november. Ik ben klaargemaakt. Gisteravond is iets gebeurd waar ik al een tijdje bang voor was. En ik moest daardoor dus best wel weer een dure uitgave doen die niet per se heel leuk was. De oplader van mijn laptop die heeft het begeven. En ik wist al wel dat dit er een tijdje aan zat te komen. Want als je ziet hoe die erbij hing, denk je misschien waarom heb je hem niet eerder vervangen. Maar de prijs hield me nogal tegen. En ik had zoiets elke keer, zolang die het nog doet, doet hij het. Maar ik kreeg er wel steeds meer moeite mee en gisteravond was het echt einde oefening. Ik had gelukkig wel een volle batterij, dus ik heb mijn foto's wel kunnen bewerken. Maar ik moest dus een nieuwe aanschaffen, dus ik ben even gaan zoeken van welke hoorde ook weer bij deze laptop. Want er zit nog wel verschil in qua volt, zeg maar. Die had ik gevonden bij bol.com en gelukkig was het voor 12 uur besteld de volgende dag in huis. Dus ik heb hem ook al binnen, dus ik zal hem zo even met jullie uitpakken. Maar ja, weet je, en ze zijn gewoon best wel duur en je had ook wel keuze uit B-merken. Maar dat durfde ik gewoon niet zo goed aan, omdat ik gewoon weet, ik heb een Apple laptop, dat die het beste functioneert op hun eigen producten. Op hun eigen stekkers, dat is met een telefoon ook zo. Ik vind een B-stekkers, dat, ja, het kan, maar hij functioneert gewoon het lekkerst op zijn eigen, ja, eigen spullen eigenlijk.
Dus ik heb toch besloten om wat meer geld er tegenaan te gooien en een Apple te kopen. Omdat ik gewoon weet dat ik daar langer plezier van zal hebben. Dus ik hoop natuurlijk zometeen wel dat hij het doet. Dat is nu even de grote vraag. Ik heb gisteravond de Roerroom gekeken. Dat was wel weer leuk. Erg vond ik het ook wel sneu, want die kinderen konden helemaal hun draai niet vinden. Ze hadden ook helemaal geen inkomen, dus ik snapte eigenlijk niet zo heel goed waar ze aan begonnen waren, maar oké. Nou, daarna ben ik even Splatoon gaan doen, dat ging wel lekker. Ja, toen heb ik dus wel even mijn foto's bewerkt, maar verder eigenlijk niet zo heel veel. Toen ben ik een nieuwe Netflix-serie gestart. Ik ben de naam eventjes kwijt, want het is Italiaans. Die zal ik wel even in beeld neerzetten. Maar de eerste aflevering vond ik al gelijk wel, trok me wel. Dus was wel, ja, was wel mooi, zeg maar. En daarna heb ik nog even Suspects gekeken, dus dat was ook wel leuk. We gaan eerst zo eventjes, ik heb ook het pakketje van de Boosty Shop binnen met het ontbrekende artikel. Dat gaan we eerst even uitpakken. Ga ik even kijken of de oplader het doet. En dan ga ik strijken, want ik heb een flinke strijkwas. Dat moet ook even gebeuren, dus daar ga ik jullie dan even mee meenemen. Maar laten we eerst maar even de pakketjes openmaken. Nou, ik heb eventjes eerst maar even het pakketje van de Boosty Shop klaar. Is verder niet heel bijzonder. Maar is dus gewoon het ontbrekende artikel. Ik hoop wel dat het die kleur is. Het lijkt wel heel erg op de zwarte telefoon. Nee. Kijk, dat was deze kleur, de blush, die nog ontbrak. Maar die heb ik dus nu ook mooi binnen. Dus dat is allemaal goed gegaan, gelukkig. Nou, natuurlijk deze van bol.com. Waar gaat dat open vandaag? Ah, hier. Gaat soepel, maar niet heus. Hopla. Oh. Oh, hij wordt ook gewoon echt los verzonden. Maar dit klopt helemaal niet volgens mij. Er zit geen stekker aan. Het is wel een originele Apple. Waar is dan... Oh, wacht. Dit is gewoon een nieuwe variant. Kijk, hij ziet er gewoon dus zo uit. En hij zit er nu gewoon gelijk aan. Dus het is wel een hele andere... Oh, een hele andere. Ik vraag me ook of het deze gaat passen. Ik ga het eventjes proberen. Dan kunnen we het eventjes zien. Nou, heel goed nieuws. Zoals je kan zien brandt hij. Even kijken of dat hij nou ook oplaadt. Dat is natuurlijk nu even de grote vraag. Maar het is dus een heel... het stekketje is een stuk korter als die ik had. Dus zo even degene pakken die ik had. Maar hij moet even doorladen. En dan kan ik zien of dat hij oplaadt. Als het goed is wel hoor. De muis loopt hier ook bij. Heel handig, maar ja. Ik had eigenlijk verwacht dat hij in een doos zou komen. Maar het is dus een hele andere stekker. Ja, zie, hij laat weer op. Hij geeft weer het oplaadtekentje aan. Dus dat is top. Dus dit werkt. Daar ben ik heel blij mee. Nou, ik zou nog even laten zien hoe mijn oude stekker eruit zag. Dit was ongeveer het resultaat, zeg maar. Zo zag hij eruit. Maar deze, dit gedeelte, kon er dus af. Kijk, dit kon je eraf halen. Waardoor ik mijn andere stekker op aan kon sluiten. Maar goed, dit lag er dus al af. En waardoor die ook niet meer wilde, was dit stukje. Dus dit stukje was ook helemaal verbrijzeld. Maar goed, ik heb een nieuwe. Ik ben blij. Het snoertje is iets kort, dus ik zal wel met verlengsel moeten werken. Want als ik naar deze kijk, is die echt een stuk langer. Maar ja, dat is gewoon weer, weet je, de tijd. Deze is 9 jaar oud. En dit is gewoon weer een hele nieuwe variant. Maar hij doet het in ieder geval. Dat is het belangrijkste. Dus dat is helemaal top. Ik ga even stofzuigen, de kattenbakken scheppen en dan ga ik de strijkspullen klaarzetten.
Zo, ik ben klaar. Strijk is helemaal weg. Ja, het was best wel veel berggoed eigenlijk. Maar ja, op zich, weet je, het ging er op zich wel doorheen. Weet je, met de muziekje aan vind ik altijd alles al heel anders. Dus ja, op zich ging het wel lekker. Dus het is allemaal lekker weer weg. Het ligt in de kast. Dus dat is top. De katten zijn nu nog hun laatste brokjes aan het opeten. Ik heb nog even diamond painting gedaan. En nou, verder prima. Even nog wat dingen opgeruimd. Ja, eigenlijk best wel een lekker middagje zo. Ik heb het alleen ijskoud. Maar goed, het is hier 19 graden binnen. Maar je merkt dat niet echt, zeg maar. Ondanks dat 19 graden is, heb je de temperatuur niet echt het gevoel dat het 19 graden is. Gisteren trouwens had ik nog een spin in de kamer. Die liep heel vrolijk over mijn vensterbank heen. Nou, dat gingen we dus niet doen. Maar daar schrik ik wel van. Ik had woensdagavond ook al zo'n heel gek beestje op mijn muur zitten. Ik weet niet, dat was niet echt fantastisch. Maar goed, ik ga zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond begint het nieuwe seizoen van The Masked Singer. Daar heb ik wel zin in, dat ga ik kijken. Ik wil sowieso ook nog even Fortnite doen. Dus eigenlijk wordt dat de avond wel. Daarna ga ik video in elkaar zetten en mijn blogpost schrijven. Maar het is nu wel heel fijn dat ik nu een oplader heb dat de laptop er gewoon aan kan. Want je mist dat best als je dat gewend bent. Daarna ga ik verder kijken naar mijn Netflix-serie. Ja, en ik moet nog even kijken hoe dat zit met die aflevering van Roosgeurde Wotkelijm. Die ik dus vorige week niet af kon zien. Dus even kijken of die nu wel laat. Of dat het gewoon einde oefening is. Dat weet ik niet. Ik moet wel zeggen, ik had nu gisteren voor het eerst bij de aflevering die ik keek geen bugs. Dus niet dat die zwart beeld of zo liet zien. Dus misschien dat er toch al wat aan is gedaan. Want ik las best wel veel klachten over die nieuwe Videoland app. Dat mensen er niet heel blij mee waren. Maar goed, dat ga ik zien. Ik ga nu in ieder geval relaxen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want verder ga ik niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 5 november. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het echt ijzig koud. Ik had net even de vuilniszak naar buiten gebracht. En even wat oud papier gedumpt. Maar dan trek je toch weer niet zo snel je jas af. En je denkt, oh, weet je, die paar tellen dat je buiten bent. Dat moet je eigenlijk wel gewoon doen. Maar ik heb het eigenlijk sinds gisteravond al koud. Want op een gegeven moment met eten, ik had het zo koud. Ik heb gewoon het kleed omheen geslagen terwijl ik aan tafel zat te eten. Dus ik vraag me wel een beetje af hoe lang ik het nog ga volhouden zonder de verwarming aan te doen. Kijk, ik probeer echt om het nog uit te stellen. Maar ja, ik weet niet hoe lang het nog gaat lukken. Ik heb gisteravond de Masked Singer gekeken. Degene die eruit moest, ik wist welke BN'er erin zat. Althans, ik vermoedde dat en ik had het goed. Dat is altijd wel leuk. De rest, ik heb wel namen opgeschreven, maar of het klopt, weet ik nog niet. Dus dat moet ik maar gaan zien. Er ging op een gegeven moment een gerucht dat Wilfred Gené de Flamingo verraden had. Maar ik weet het verder ook niet, weet je. We gaan het wel zien. Ja, je hebt soms ideeën, soms kloppen die totaal niet. Maar bij degene die eruit moest, had ik het goed. Dus dat was wel fijn. Ik heb nog even Fortnite gedaan. Toen ben ik mijn video in elkaar gaan zetten. Wat wel heel fijn was, dat ik nu weer een goede oplader had. Ik moet dus alleen even wennen dat hij iets korter is. Want ik moet hem nu in een verlengsnoer stoppen. Want anders is het gewoon echt te kort. Dus wat dat betreft zou Apple, wat mij betreft, wel weer de langere snoeren terug mogen brengen. Maar goed, het zijn weer nieuwe... Nieuwere modellen, dus ik snap aan de ene kant ook wel dat ze voor andere opties kiezen. Maar ja, hij had wat langer mogen zijn. Ik heb mijn blogpost even geschreven. Toen ben ik mijn serie gaan kijken op Netflix. Wel een goede serie, maar ook maar 6 afleveringen. Soms vind ik dat ook wel lekker gewoon, dat een serie niet super veel afleveringen heeft. Ik begin gewoon minder snel aan een serie die al 13 seizoenen heeft staan. Ik weet niet wat dat is. Ik weet niet of dat herkenbaar is voor mensen, maar... Ik doe het gewoon minder snel. En daarna heb ik Roosgeurde Wotkelijm gekeken. En ik kon nu de aflevering verder kijken. Dus ik heb het idee dat ze de Videoland app toch wat verbeterd hebben. Want ik kon er nu gewoon uitkijken zonder problemen. Dus dat was wel heel fijn. Ben ook in een nieuw boek gestart. En ik zat al een tijdje op dit boek te wachten. Maar dan heeft het ook maar 148 bladzijden. Dus ik weet ook dat ik er in een rap tempo weer doorheen ben. Omdat het een boek is wat je ook niet zo snel weglegt. Maar goed, ik ga zometeen even stofzuigen en de kattenbakken scheppen. En dan ga ik eventjes de spullen in de keuken weer terug ophangen. Want het is nu allemaal goed droog. En dan volgende week gaan we met de muur beginnen die roze wordt.
Maar nu even de spullen weer ophangen. Dus dat is ook wel weer eventjes lekker. Dan ja, wordt het allemaal weer een beetje normaal, zeg maar. Dus daar ga ik soms dan even aan beginnen. Ik wil sowieso nog even in mijn boek voor mijn YouTube aan de gang. Want daar loop ik ook best wel in achter. Ik moet nog even de kasten wassen. Ik ga even stofzuigen. Ik ga jullie in ieder geval weer gewoon meenemen. Dus tijd om even aan de gang te gaan. Ik zal even laten zien wat ik nou al heb gedaan. Ik heb deze opgehangen. Die stond altijd op mijn tv-kastje. Maar ik heb hem nu opgehangen zodat de katten er niet bij kunnen. En dat vind ik gewoon beter. En je kunt ze gewoon ophangen. Dus aan schroef opgehangen. Dat gaat prima. Nou, dan heb ik deze weer opgehangen met de cupjes erin. Mokjes erbovenop staat ook gelijk een stuk leuker, vind ik zo, met kopjes erbij. Deze hangt weer. Dat is ook top. Nou, deze hangt en ik heb hier, deze heb ik neergezet, nu ook zo'n verstuiver. Dacht ik kan hem ophangen, maar kan hem net zo goed neerzetten. Nou, dit hangt ook weer, is allemaal ontvet. En ik heb dus hier nu de handdoek en de theedoek hangen, gewoon aan haakjes. Dus dat blijft gewoon prima plakken. Zo, ik heb even de wasmachine staan schuren. Die was best wel een beetje verkleurd, maar zie eens even hoe mooi wit die weer is. Dit is gewoon allemaal nu helemaal mooi wit. Dit heb ik helemaal gedaan. Ook gewoon die binnenkant weer gewoon echt super schoon. Ja, daar ben ik wel echt heel blij mee. Dat ziet er gelijk weer een stuk frisser uit. Dus dat is ook wel weer lekker dat dat ook weer eventjes gedaan is. Zo, dat was best wel lekker een productief middagje zo. Het ophangen was niet heel veel werk meer. Het was gewoon omdat alles al schoon was. Gewoon even puur een kwestie van weer ophangen en klaar eigenlijk. Dat was wel heel fijn en het weer een beetje inrichten, zeg maar. Maar daar ben ik wel weer heel erg blij mee. Want je miste het wel. En ik vond ook echt zo het hol klinken in de keuken. Nu alles van die muur af was. Net of ik mezelf gewoon in echo hoorde. Ik ben ook wel blij dat dat ding hangt daar, want dat wilde ik al echt een hele lange tijd. Ik dacht nu gewoon, je gaat het nu gewoon even doen. Het zijn gewoon van die klusjes, die kun je prima eventjes doen. En weet je, het hangt prima. En nou kan die ook aan, want als die staat, dan komen de katten er dichtbij. Dus het is eigenlijk prima. Ik kreeg laatst van iemand een advies, die zei dat het heel slecht was voor katten. En toen had ik het gegoogeld. En Google zegt weer dat het eigenlijk helemaal geen kwaad kan voor katten. Zolang ze er maar niet zelf in
zitten, zeg maar. Dus omdat ik het nu hoog heb opgehangen, de katten kunnen er niet bij, zou het niet schadelijk zijn voor de katten. Want anders zou ik het natuurlijk niet meer gebruiken. Maar ze hangen nu allemaal hoog, want in de gang hangt die ook hoog, daar kunnen ze niet bij. Ja, de douche komen ze niet en in de keuken, daar hebben ze ook geen last van, zouden ze daar komen. Dus ik ben wel weer heel tevreden met wat ik allemaal heb gedaan. Lekker even mijn blokboek nog bijgewerkt. Als de keuken dan helemaal af is, ga ik boven het project verder. Want ik merk gewoon dat ik eerst even één project moet afmaken voordat ik met iets anders begin. Omdat anders mijn hoofd echt chaos wordt. Dus ik denk dat binnen nu en twee... ik denk vandaag over 2 weken dat de keuken wel helemaal klaar is. En dan kan ik dus weer met een volgend project boven verder gaan. Ik ga zo in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks even lekker douchen. Ik hoop dat ik vandaag geen spin heb. Want gisteren had ik weer een spin. Die kwam onder de bank uitgewandeld. Ik heb trouwens ook even al het oude papier weggegooid. Dus dat is ook weer lekker weg. Vanavond heb je die show van Ruben Nicolai. Die vond ik eigenlijk wel leuk. De Big Show geloof ik heet dat. Ik denk dat dat even ga kijken. En het Gouden Uur. We sowieso nog even proberen GTA te doen. Ik ga de vlog voor het grootste gedeelte al in elkaar zetten. En dan ga ik verder met mijn Netflix serie en weer Roze Geur en Wodka Lime. Dus dat wordt het verder ook. En straks lekker opwarmen. Want ik heb het doordat je bezig bent geweest wel warm. Maar als je dan weer stil zit is het best wel weer fris. Maar goed, dat komt wel weer goed. Ik ga bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag. Deze zondag, het is 6 november. Ik sta even op de bank, ik heb het echt onwijs koud. De temperatuur is hier nu 17,5 graden. Dus ja, als hier nog een 1,5 graad zakt, dan ga ik wel de verwarming aan. Dus ik heb gezegd, zodra het 16 graden wordt in huis, ga ik de verwarming aan doen. Hij staat standaard op 15. Maar anders hou ik het niet meer vol, want ik heb het nu al best wel zwaar. Maar goed, ik heb gisteravond de show van Ruben en Nicola gekeken. Ik vond het wel heel grappig. Ik heb er ook echt om moeten lachen. Ik heb het Gouden Uur even gekeken. Dat is ook wel weer heel spannend. En daarna heb ik eventjes de Code van Koppers gekeken. Ik heb ook nog eventjes GTA gespeeld. Maar kwam ik niet echt lekker doorheen, dus ik moet weer even gaan googelen. Ik heb de vlog voor het grootste gedeelte al klaar. Toen ben ik mijn Netflix serie gaan kijken en naar Roos Gerummeld Kalijn, dus dat was het eigenlijk ook wel, dus niet heel veel bijzonders. Het is lekker aan het waaien buiten. Ik vraag me eigenlijk af hoeveel graden het buiten is. Dat wil ik wel even weten. Even kijken. Mijn moeder en Lente die video belde gisteren nog even. Het is 12 graden buiten trouwens. Die Lente was aan het logeren bij mijn moeder. En dat was wel heel schattig. En dat was altijd wel leuk. En ze kwam weer met allemaal knuffeltjes aan en zo. Dus dat was wel heel leuk. Ja. Hey, wil je tante nog een kusje geven? Ja. En ik opte met de camera toen. Dan geef ze een hele dikke kus. Echt heel schattig. En toen is op een gegeven moment vroeg ik wat. Nee. Wel leuk hoor. Dat ze nu veel meer gaat praten en zo. Maar goed, ik ga zo even stofzuigen, de bakken scheppen, groenten afhalen. Ga denk ik nog even een stukje diamond painting doen. Dan ga ik straks foto's maken. Dus ik zal straks even de foto's laten zien. Of de spullen laten zien, bedoel ik. Die ik dan ga fotograferen. En dat wordt het eigenlijk ook wel. Dus eventjes lekker rustig zondagje. Vanmiddag, einde van de middag moet Ajax spelen. Dus ook wel spannend. Maar goed, ik ga eventjes wat doen. Ik zal straks even fotospullen laten zien. Oké, even wat fotospullen. Ik heb hier nog een lipstickpalette van Parijs. Met dit soort kleurtjes erin. Dus die ga ik mooi testen. Dan heb ik hier de Extreme Shine Topcoat van Essence. Ik heb laatst de Base Coat geprobeerd en die vond ik echt heel fijn. Ik heb nog 2 lipliners van Catrice. De Aqua Ink lipliners. En die had ik dus nog 2 kleurtjes van. Die heb ik al wel vaker. Heb ik al een keer eerder gefotografeerd. Maar die vond ik wel heel fijn. Dus hier ga ik morgen eventjes nu foto's van maken. Dus dan is dat ook weer klaar. Zo, ik ben weer klaar met alles. Ik heb nog kouder gekregen. Maar de temperatuur is weer 1 graadje omhoog gegaan. Dus het is nu weer 18 graden. Maar als je naar het weer kijkt, is het ook niet zo gek. Want kijk, het regent en het waait. Kijk, de regendruppels zitten onder de raam. Ik weet niet of hij dat goed vaststelt. En de bomen waaien, maar het regent dus ook wel. Katjes hebben net lekker gegeten. Ik heb net even Ajax alvast erop gezet. Althans, ESPN. Want deze wedstrijd wordt uitgezonden op tv en dat is wel fijn.
Maar het duurt nog even voor ze spelen, want het is nog geen 4:45. Ik ga zometeen in ieder geval even lekker relaxen en dus Ajax kijken. Dan ga ik straks lekker warm douchen. Oh, dit zijn de momenten dat ik zo verlang naar een bad. Maar ja, ik heb niets. Oh, ja. Maar ja, helaas. Dan ga ik daarna eventjes lekker eten. Vanavond speel ik weer mee met weet ik veel en kijk ik 5 live. Ik ga mijn nagels even doen. Ik moet foto's bewerken. Dan ga ik mijn Netflix-serie kijken en daarna weer Suspects. Dus ik heb de meeste fotospullen al opgeruimd. Alleen de lampen liggen er nog, maar die moeten even afkoelen. En dan is alles straks weer mooi opgeruimd. Maar op zich allemaal wel prima. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien, want ik ga nu eventjes lekker onder een kleedje wachten tot het Ajax komt. En ja, verder mijn dingetjes gewoon doen vanavond. Dus ja, ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Goedemiddag, op deze maandag. Het is 7 november, ik ben klaargemaakt. Ik bibber weer eens, want ik heb het nog steeds koud. Verrassend. Nou ja, ik heb gisteravond naar Ajax gekeken. Nou, daar heb ik het liever überhaupt niet over, want we hebben niet gewonnen. En ik moet ook zeggen, ik vond het echt een beetje kinderachtig worden. Op een gegeven moment was het veel op de grond liggen om maar weer wat los te krijgen van de scheids. Terwijl er soms niks aan de hand was. Ajax heeft echt gestreden tot het einde, maar ze kregen het niet voor elkaar. Ik had op een gegeven moment zoiets, oh, als je er nog maar eentje bij maakt, dan zijn we in ieder geval gelijk, weet je. Dan hebben we in ieder geval gelijk spel, dan hebben we allebei een punt, weet je, prima. Mocht niet baten. Kijk, we zijn nog eerste, maar dit moet niet nog een keer gebeuren, want dan kunnen we het kampioenschap denk ik wel vergeten. Of we moeten nog weer heel sterk terugkomen. Ik bedoel, ja, het is nog lang niet ten einde. Maar goed, we staan nu nog maar 1 punt voor op PSV. Dus dat is natuurlijk niet zoveel. Woensdag moeten we weer om 8 uur tegen Vitesse. Hopelijk hebben we dan weer winst. Ik heb weet ik veel gekeken en gespeeld. Nou, dat was ook weer drama. Dat ging ook weer absoluut niet lekker. Want ik wist heel veel niet. Ik dacht op een gegeven moment voor vragen. Wat zijn dit voor vragen? Hoe moet ik dit weten? Dat ging ook niet fantastisch. Daarna heb ik 5 live gekeken en heb ik mijn nagels gelakt. Ze zijn rood. En dat is deze kleur. Dit is de Pretty Fast Nail Polish van Essence. Kan ik de kleur nog lezen? 03 Ready Steady Red. Dus daar heb ik mijn nagels mee gedaan. Ik heb nog geprobeerd eventjes GTA te doen. Dat ging ook al niet lekker, want daar kwam ik ook niet doorheen. Dus wat dat betreft ging het allemaal niet zo lekker. Toen ben ik mijn foto's gaan bewerken. Oh, ik heb zeer, zeer binnenkant van mijn oog, joh. Ik weet niet wat het is. En nou ja, toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken en daarna Suspects. Dus dat was het ook. Ik ben zo lekker ook in mijn boek aan het lezen dat ik het ook echt lastig vond om hem weg te leggen. Ik ga zo eventjes lekker de kattenbakken doen. De gang en de douche. Want dat is ook weer eventjes nodig. En ja. Dan ben ik wel weer even druk mee. Dan kan ik mooi even opwarmen. Ik ga eerst eventjes wat aan die binnenkant van mijn ooghoek doen. Want het doet heel erg veel pijn. Ik begin nu heel erg te tranen. Maar goed, ik ga jullie meenemen. Dus tijd om even aan de gang te gaan. Klaar. Maar ik heb wel even, ja, heerlijk geknald met poetsen. Ik was er eigenlijk vrij snel doorheen. En ik had wel de schoonmaakweek dat alles grondig moet. Zodat ik wat extra dingen ook meepak, zeg maar. Maar het ging eigenlijk best wel vlot. En ja, ik ben wel heel blij dat het weer lekker klaar is.
De bakken weer lekker schoon van de katten. Ze hebben weer schone eten- en drinkbakjes. Dus ja, heerlijk gewoon weer. Nou, douche ook weer helemaal lekker schoon. Dus straks lekker douchen. Dus gewoon douche vind ik ook altijd wel heel lekker. Ik ga zo in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks... Ik moet even nadenken. Eten en douchen. Of douchen en eten. Vanavond heb je Chateau Meiland. Dat wordt wel een beetje heftig. Want dat is met de begrafenis van de moeder van Erika. Dus ik denk dat dat wel wat tranen gaan worden. Want volgens mij wordt het vrij emotioneel. Want ze had er gisteren bij Shilmis ook even over. En Martien had de aflevering ook teruggekeken. En die had tranen met tuiten gehuild. Nou ja, goed. Dat staat dan natuurlijk heel dichtbij. Omdat het zijn schoonmoeder was. En het voelde voor hem eigenlijk als een soort tweede moeder. Omdat hij op jonge leeftijd zijn moeder was verloren. Maar ik denk dat dat nog wel ja, emotioneel kan gaan worden. Verder wil ik nog eventjes Fortnite doen. Want daar wil ik ook weer eventjes wat verder mee komen proberen. Ik ga een video in elkaar zetten van morgen. Dan ga ik eventjes mijn blogpost schrijven. Daarna ga ik lekker mijn serie weer verder kijken op, video, op Netflix. En daarna weer... de Videoland-serie, Suspects. Dus dat wordt het ook. Ik ga jullie dan in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks bijzonders meer doen. Dan even lekker relaxen. Even mijn benen rust geven. Want ik heb veel gelopen en dan ben ik gewoon een beetje moe. Maar goed, dat was even alles voor nu. Dus bij deze, tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 8 november. Ik ben klaargemaakt. Ik heb jullie lekker een dikke trui aan, want ik heb het zo koud dat de dunne truitjes eventjes in de kast mogen blijven. Ik maakte gisteren een foutje. Ik zei tegen jullie, eigenlijk staat nog steeds eerste. Ja, mooi niet dus, want staan gewoon tweede. Maar we hebben ook één wedstrijd minder gespeeld en die moeten we morgenavond inhalen. Dus wie weet dat we nog weer op de eerste plek komen. Gisteravond was best wel een emotionele avond op televisiegebied, moet ik zeggen. Ik zag een stukje van het klokhuis... En daar namen ze afscheid van Gijs de Lange, althans van zijn personage Ben Kokkelman. Gijs de Lange is mei van dit jaar overleden en dat is allemaal zo snel gegaan. Dat bericht kwam in één keer naar buiten van dat hij overleden was en ik dacht, hè? Maar ja, goed, hij had zijn ziekte ook stilgehouden. Dus ze hebben ook niet de mogelijkheid gekregen om een aflevering te maken. Ja, ik heb last van mijn ogen, dus ik begin te tranen. Waarin hij dus geëerd kon worden of waarin hij zelf afscheid kon nemen. Ja, omdat dat dus niet gelukt was, hebben ze nu dus een aflevering gemaakt waarin hij dus eigenlijk gewoon vertrokken is. Er was een brief en als je die brief dan goed luisterde, dan hoor je inderdaad wel van ja, ik hou niet van afscheid nemen, dus ik ben er gewoon tussenuit gepiept. Ja, wat eigenlijk dan ook wel weer een beetje stroom met de realiteit. Omdat eigenlijk de buitenwereld niet wist van zijn ziekte. Alleen geloof ik de baas bij het klokhuis wist het. En ja, zijn naaste familie. Maar verder wist niemand het. Dus dat kwam best wel even binnen. Maar het was wel heel mooi gedaan. Ik moet wel zeggen dat ik het lang heb vinden duren. Als je in mei al overlijdt. Je krijgt in november eindelijk een keer een soort eerbetoon. Maar ja, goed, ik weet ook niet hoe dat gaat. Hè. Misschien moeten ze een script schrijven. Het moet natuurlijk wel zo overkomen voor kinderen. Dus omdat het een kinderprogramma is. Dus, nou goed, hij heeft hem nu gehad. Was ook wel heel toevallig, want gisteravond ging er een film in première... waarin hij nog meegespeeld heeft. Dat is zijn laatste film. Wel raar dat het dan echt na iemands overlijden uitkomt. Dat is opgenomen in de coronatijd nog. Goh, wat is er toch met dat oog? Ik had het gisteren ook al, jongens. Maar goed, dat was dat. Toen ging ik de Meilandjes kijken. Nou, dat was ook echt om te huilen, want... dat oog. Ze namen daar afscheid van de moeder van Erika. Dat stond nu een beetje... Ik moet even mijn bril afdoen, jongens, want ik weet niet wat het is. In teken daarvan... ook dat ze te horen kregen dat zij dus overleden was. En dat ze dat zeg maar ook een beetje lieten zien. Je bent een stukje meegenomen met de begrafenis. Hun hebben ervoor gekozen om dat gewoon in beeld te brengen. Er was best wel veel commentaar op van ja, waar doe je dat? Dan denk ik van ja, weet je, dat is gewoon een keuze. Erika heeft gezegd, wij maken een real life soap.
Dus ja, dat soort dingen horen er ook gewoon bij. En ja, als hun dat belangrijk vonden, de pafs hebben het toen de tijd ook gedaan toen hun bompa overleed. Toen hebben ze dat ook in beeld gebracht. Ja, dat is gewoon een keuze wat iemand maakt. En ik denk, ja, moeten we daar dan met z'n allen weer over gaan zeiken van waarom doe je dat als hun daar blij van worden? Dus, maar dat was ook wel emotioneel. Ik ga zo even dat oog wat aan doen, want dit doet echt heel erg veel pijn. Daarna heb ik mijn Netflix-serie, of ben Netflix-serie, nee. Daarna heb ik nog even Fortnite gedaan, dat ging echt totaal niet lekker. Toen ben ik een video in elkaar gaan zetten en mijn blogpost gaan schrijven. Daarna ben ik mijn serie gaan kijken op Netflix en toen was het tijd voor Suspects, dus dat was het ook. Ik ga even wat doen aan mijn ogen, want ik kan bijna niet meer kijken. Dan ga ik straks een video voor jullie opnemen. En dan ga ik denk ik nog even diamond painten. Maar ik ga nu eerst even zorgen dat deze ogen weer eventjes wat doen, want ik kan ze bijna niet meer open houden. Het probleem met de ogen is opgelost. Het was even een raar einde zo van wat ik aan het vertellen was. Ik ga nu in ieder geval nu eventjes stofzuigen. En dan... Ik weet niet wat het ineens was, jongens, maar ik had ineens zoveel irritatie. Ik snap er niks van. Maar goed, het gaat nu weer beter, dus nu kan ik zometeen met een gerust hart voor jullie gaan filmen. Ik dacht, misschien vinden jullie het even leuk om te zien hoe de diamond painting verder voordat. Ik heb nu hier weer een heel stuk gedaan. Zoals je ziet wordt de Eiffeltoren echt goed duidelijk. Ik vind hem ook echt heel erg mooi. Ja, ik moet natuurlijk dit hele stuk moet ik nog. Dus dit, zeg maar. Maar het komt vanzelf. Ik vind het gewoon lekker om af en toe een deeltje te doen. En ik ben er gewoon weer even lekker mee bezig geweest. En ik word er wel heel blij van. Dus ja, ik ben er wel heel gelukkig mee. Ik vind het nog steeds een super leuke hobby. De katjes zijn even lekker aan het eten. Nou, het is allemaal wel weer gelukt. Ik had even een tegenvaller met het opnemen van de video. Maar dat heb ik alweer opgelost. Dus dat komt wel weer goed. Maar mijn coachie appt al vanmiddag van dat ze er donderdag, hoe laat ze er donderdag zou zijn. En het punt was, ik moest een brief schrijven. Ik had namelijk een brief gehad en ik was het niet eens met wat daarin stond. Dus daar moest ik dan op reageren. Dat zou ze eigenlijk vorige week dus meenemen, maar omdat ze dus ziek was, kon dat niet. Dus meestal wat wij dan doen is, ik schrijf dan een brief, zeg maar. Ik ga dan reageren op de brief die ik heb ontvangen en dan stuur ik hem naar haar door. Kijk, zij die brief even na, ze vult hem hier en daar nog aan, mocht dat nodig zijn of ze verandert wat dingen. En in dit geval zou zij hem even uitprinten, want ik heb geen printerinkt. Nou, helemaal goed. Maar ik had er eigenlijk nog niks over gehoord. Dus toen zij had geappt, had ik gevraagd van, goh, is het nog gelukt met die papieren printen? Zo kreeg ik een appje terug. Nou, je brief is helemaal goed, dus er hoeft er niks aan veranderd te worden. Dus dat was wel grappig. Ik weet nog wel, in schrijven was ik op zich op school ook best wel goed. Ik weet nog dat we een keer een opdracht hebben gehad voor Nederlands. We hadden een schrijfopdracht. En op een gegeven moment zeg ik tegen die leraar, ik was al best ver op weg, zou ik een nieuw blaadje mogen? Dus die leraar zegt, ja, maar waarom dan? Ik zeg, nou ja, goed, hè. Ik ben eigenlijk niet helemaal tevreden. Ik vind het gewoon niet zo netjes. Ik had dat perfectionisme toen al heel erg. Het moest gewoon perfect zijn. Nee, zegt hij, hoeft niet, want ik kan het heel goed lezen. Ik dacht, nou, oké, prima.
Nou, die schrijfopdracht ingeleverd. Toen kregen we een poosje later kregen we die opdracht terug. Want wij hadden in die tijd nog niet zoals het nu gaat dat je op je magister je cijfers kan inzien. Dat hadden wij niet. Wij moesten gewoon wachten tot de leraar het had nagekeken. En de leraar liep naar het groepje toe met de vriendinnen waar ik toen zat. En toen dacht ik, oh, dan heeft mijn achterste vriendin het heel goed gedaan. Ze zei, ja, ik ga beginnen met het hoogste cijfer uitreiken. En hij kwam dus de kant op lopen waar ik ook zat. En hij blijft voor mijn tafel staan. En ik zat hem aan te kijken van, meent u dit serieus? Ben ik de beste van de klas? Heb ik het hoogste cijfer? Ik kon het bijna niet geloven. Maar vandaar dat schrijven altijd wel echt bij mij er al in heeft gezeten. Dus dat is wel leuk. Ik heb lekker even diamond painting gedaan. Ik word er altijd heel erg rustig van. Vooral omdat ik even wat stress had met het opnemen bij een video. En dan is het gewoon lekker dat ik even kan diamond painten. Even weer rust. Dus dat was heel fijn. De katten hebben nu net lekker gegeten. Ik ga zo even lekker relaxen en dan straks douchen en eten. Vanavond kijk ik weer Bureau Arnhem. En wil ik nog een poging naar wagen met Fortnite. Maar of dat lukt, weet ik niet. Ik ga sowieso even een deeltje van Kees van de Spek kijken. Dan ga ik de vlog afmaken, mijn foto's bewerken. Dan ga ik verder met mijn Netflix-serie. En dan ga ik weer Suspects kijken. Dus dat wordt verder ook de avond. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog in ieder geval afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje op mijn gezicht te drukken. Of op de rode button op mijn kanaal. Daarnaast staat een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video online heb geplaatst. Dan hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!